Het waarschuwingssysteem Dode Hoek gebruikt twee radarsensoren aan weerskanten van de achterbumper om u te waarschuwen voor een voertuig in de Dode Hoek en ook als een aanrijding met een sneller voertuig in een van de aangrenzende rijstroken dreigt. Wanneer u harder rijdt dan 15 km per uur, gaat dit oranje controlelampje op de linker of rechter buitenspiegel aan om u te waarschuwen dat er een voertuig is gedetecteerd in uw dode hoek of dat een auto achter u snel nadert op een aangrenzende rijbaan. Als u met uw richtingaanwijzer aangeeft dat u van rijbaan wilt veranderen wanneer er een voertuig is gedetecteerd in de dode hoek aan de kant van die rijbaan, gaat het waarschuwingslampje knipperen om u op het gevaar te wijzen. Hoe groter het verschil in snelheid tussen uw voertuig en de andere auto, hoe groter de detectieafstand. Dus hoe sneller een auto de dode hoek binnenrijdt, hoe eerder de waarschuwing wordt geactiveerd, zodat u altijd voldoende tijd hebt om te handelen. U kunt deze functie aan- of uitzetten via het centrale Open R-Link scherm. Ga naar het gedeelte Voertuig. Selecteer Rijhulpmiddelen. En dan Waarschuwingssysteem Dode Hoek. Selecteer aan of uit. Als de motor wordt gestart, is de functie in dezelfde modus als toen de motor voor het laatst werd uitgezet. De functie kan tijdelijk niet beschikbaar zijn, zoals op een weg met scherpe bochten of met ingeschakelde achteruitversnelling. De functie moet ook worden uitgezet als u met een aanhanger rijdt. Het bericht Aanhanger waarschuwingssysteem dode hoek uit wordt dan op het instrumentenpaneel weergegeven. Wij raden u aan om te controleren of de sensors aan beide uiteinden van de achterbumper niet zijn vervuild door bijvoorbeeld vuil, modder of sneeuw. Hetzelfde geldt voor de lampjes in de buitenspiegels. Het waarschuwingssysteem dode hoek is geen vervanging voor uw waakzaamheid als bestuurder tijdens het rijden. Let daarom altijd goed op de omgeving waarin u rijdt.